Hallo allemaal, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag kijk je naar de spelregels van Lost in Time. En in dit spel ga je reizen doorheen de tijd, omdat je de tijdmachine hebt uitgevonden. Maar dikwijls schort er nog wat aan en je weet niet juist waar je terecht gaat komen. En je probeert eigenlijk terug te geraken in het jaar 2031. Dat is tenminste toch in de basisregels, want je hebt ook nog twee varianten in de doos zitten. En eentje is waar dat je eigenlijk in teams gaat spelen en probeert elkaar een beetje op te jagen in de tijd. De Time Bandits, je moet eigenlijk de bandieten proberen te vangen. En ten tweede heb je ook nog een solo variant waarvan je de spelregels wel moet downloaden en afprinten. Ik ga vooral focussen op de spelregels van het basisspel. Maar ik ga ook in een andere video een voorbeeldspel solo tonen. Omdat ik, ja, dat kan ik alleen doen, dat is heel gemakkelijk om op te nemen. En daar hebben jullie misschien ook wel veel aan. Om te beslissen of dit iets is om te kopen, als je het nog niet hebt. Dan zullen we nu eens gaan kijken wat de toekomst te bieden heeft. Om aan het spel te beginnen gaan we eerst en vooral natuurlijk het doosje openen. Nemen we alle kaarten eruit. Dit zijn de tijdskaarten, er staat altijd een jaartal op en ook een blauwe of een rode pijl. Dit overzichtje hebben we niet nodig bij het gewone spel, enkel bij de spelvariant Time Bandits en bij het solospel dat je kan downloaden online. Hetzelfde met deze voorwerpen, die hebben we in dit spel niet nodig. Maar deze pijl die voorwaarts of achterwaarts gaat wijzen naar het verleden of de toekomst, die hebben we zeker en vast wel nodig, dus die liggen klaar. En verder moet iedere speler die meedoet 5 kaarten krijgen en dan kunnen we aan het spel starten. Vandaag speel ik het spel met deze twee rare vogels en zelf speel ik als de dinosaurus. Je moet als eerste bepalen wie de time captain zal worden voor de eerste ronde. Dat zal de geschiedkundige zijn onder jullie, als die er is natuurlijk. De time captain heeft altijd de belangrijke taak om te verzorgen dat in het begin van de beurt iedereen 5 kaarten heeft. En hij zal zelf als laatste aan de beurt komen en dat is een beetje verwarrend, want als je de time captain bent mag je dus niet beginnen. Dus stel bijvoorbeeld dat hier ons vogeltje de startspeler is, of ja, de time captain moet ik zeggen. Dan zijn wij eigenlijk de speler die als eerste aan de beurt zal komen. Ik ga even de kaarten die ik heb even laten zien hier. Je moet eigenlijk 2 dingen doen tijdens je beurt. Het eerste ding mag je passen, dat is dus optioneel. En je hebt daarnaast ook nog 2 andere opties. Je mag een rampkaart over iemand spelen, dat zijn deze rode kaarten waar ik er toevallig 2 van heb. Of een VIP-kaart, die heb ik hier nu niet tussen zitten, daar kom ik later op terug. Of je mag 2 handkaarten weggooien op een stapel, op de aflegstapel. Dus als ik bijvoorbeeld denk van, ik heb die en die niet nodig, dan mag ik die afleggen. Niet alleen omdat die niet nodig is, maar de pijl die erop staat gaat ook van belang zijn. Daar kom ik zelfs op terug. Nadat je een van die opties hebt gedaan of hebt gepast, dan moet je een kaart spelen op je tijdlijn. Dat is verplicht. Wat er gebeurt als je niet kan, dan ga ik zelfs tegen. Dus ik mag ook zo'n rampkaart spelen op mijn tijdlijn. Dan gebeurt er niets bijzonders voor de rest. Dan is de volgende speler aan de beurt. Die gaat bijvoorbeeld een VIP-kaart spelen. Dat is zo'n groene kaart met een persoon op. En dan moet je kiezen op welke speler. Deze speler moet willekeurig een kaart uit zijn hand afgeven. Aangezien ik al een kaart heb afgelegd, kan ik misschien proberen bij het vogeltje. Of gaat hij misschien proberen bij het vogeltje om willekeurig een kaart te trekken. Hup, zo. Wanneer je zo'n VIP of een rampkaart speelt, zal die eigenlijk niet terug in het spel belanden, dus niet op de aflegstapel, maar wordt die gewoon uit het spel gehaald. Nadat je dus een VIP-kaart speelt, moet je nog altijd iets op je tijdlijn leggen. En je gaat bijvoorbeeld deze kaart hierop leggen. Deze vogel is van mening dat hij niet al de beste kaarten heeft. Dus ik ga zeggen, oké, ik leg er 2 af op de aflegstapel. Verder moet hij nog altijd een kaart spelen. Dus die speelt bijvoorbeeld deze VIP-kaart. Die had hij ook nog liggen. En dan heeft iedereen een kaart op zijn tijdlijn gespeeld. Dan is de volgende speler de tijdkapitein. Dus dat ben ik. Wat moet ik doen? Ik moet ervoor zorgen dat iedereen terug 5 kaarten heeft. Deze persoon heeft er 4. Daar geef ik eentje bij. Deze heeft er nog maar eentje over, omdat hij er 2 heeft afgelegd. En eentje hier. Dus dan geef ik er 4 bij. En zelf heb ik eentje afgelegd, dus ik krijg er eentje bij. En dan als tweede taak als time captain moet je zorgen dat de tijdslijn of de richting van de tijdslijn juist ligt. Dus in dit geval moet ik kijken
naar de laatste kaart die is gespeeld. En dat is een rode pijl staat hierop. Dat wil zeggen dat ik de pijl naar deze kant moet openleggen. Dus dat wil zeggen dat ik nu terug moet gaan in de tijd. Je kan nooit kaarten ergens tussenin leggen. Dus als ik deze twee kaarten zou hebben liggen. Dat is even omdraaien voor jullie. Dan moet ik mijn volgende kaart ofwel rechts daarvan ofwel links daarvan spelen. Ik mag nooit hier meer een kaart tussenin spelen. Dus daar moet je heel goed rekening mee houden dat ze eigenlijk zo goed mogelijk aansluiten. Maar voordat ik een kaart speel, moet ik eerst nog kiezen wat doe ik. Wil ik kaarten afleggen? Ga ik passen? Of ga ik een ramp of een VIP-kaart spelen? In dit geval ga ik dat laatste doen. Ik ga een rampkaart spelen op iemand anders. Bijvoorbeeld op deze speler hier. Die gaat ook gewoon uit het spel. Niet op mijn tijdlijn. En dan kan ik zeggen, oké, jij slaat je beurt over. Dan alsnog mag ik mijn tweede actie uitvoeren. En dat is het leggen van een kaart op de tijdlijn. Aangezien ik terug naar het verleden moet. En ik heb geen enkele kaart die daarmee matcht. Heb ik dus net eigenlijk mijn enige kans verkeken. Want dit was een kaart die ik hier wel kon leggen. Maar ik heb besloten om iemand anders een beurt te laten overslaan. Als je niets kan leggen, leg je de kaart die als laatste ligt in de richting van de pijl. Dus in dit geval naar het verleden toe. Er ligt er maar eentje. Maar stel dat deze er ook nog lagen. Dan moest ik zeggen, oké, ik kan hier niets leggen. Dus deze draai ik een kwartslag. Dit om aan te geven dat ik niet ben ingeslaagd om een kaart te leggen deze ronde. Als ik dan volgende ronde terug aan beurt kom en ik kan weer geen kaart leggen, dan verdwijnt deze kaart gewoon uit het spel. Als je een kaart kan leggen, moet je echter leggen. Je mag dus niet op doelbewust een kaart elimineren om weet ik veel welke reden. Je bent verplicht om te leggen als je kan. Maar stel dus dat die zo ligt en de volgende kaart sla ik, volgende keer ligt het aan die kant. Dan moet ik dus hier een kaart spelen en dat kan ik wel. Dan wordt die gewoon hersteld. Dus van zodra je terug een kaart kan spelen, kan je een kwartslag gewoon terug herstellen. Het doel van het spel is om ten eerste ervoor te zorgen dat je 8 kaarten op je tijdslijn hebt liggen. Wat niet altijd even gemakkelijk zal zijn. Stel dat ik er toch in geslaagd ben na minstens 8 ronden om 8 kaarten op mijn tijdslijn te hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ben ik niet noodzakelijk de winnaar. We gaan altijd kijken wie geraakt het dichtst bij het jaar 2031. Het tijdstip waarop de teletijdmachine is uitgevonden. Als je kijkt in het jaar 2031 naar het filmpje en het is nog niet uitgevonden. Ja, geen garanties, geen geld terug eigenlijk. Nee, we gaan dus kijken wie is het dichtst bij. Ik ben geraakt in het jaar 1975. Maar als er VIP of rampkaarten liggen, komt er altijd bij. Hier voor een VIP-kaart, voor een rampkaart komt er plus 20 bij. Dus dan zit ik al in 1995. En voor een VIP-kaart komt er 10 bij. 1995, niet goed genoeg. Dan hebben we deze vogel hier, die heeft wel minder kaarten liggen. Maar goed, zit in 2004. Plus 10, dat is 2014. Plus 20 is 2034. Oh, nee, dit creëert een paradox die dodelijk is. Deze valt af, want je moet in 2031 geraken, maar die kan niet in de toekomst geraken, want dan klopt het helemaal niet. Dan flip je tijdmachine, om zo maar te zeggen. Dus deze kan niet winnen, is te ver gegaan. Deze vogel, 1944, plus 2 keer 10 is 1965. Dus ik zit er met mijn 1995 het dichtst bij. Woehoe, ik heb gewonnen. Dus van zodra ik mijn 8e kaart leg, krijgt iedereen nog wel, wordt door deze ronde nog wel afgemaakt, maar dan gaan we kijken wie de winnaar is. Doordat deze tijdskaart de hele tijd doorschuift, heb je soms het gevoel dat je niet aan de beurt komt. Bijvoorbeeld als de tijdskaart hier ligt, dan ga ik als eerste speler aan de beurt komen, dan hebben de twee anderen een beurt, en daarna komt die naar mij, en dan mag ik niet beginnen, begint de volgende speler, dus hebben ze weer allebei een beurt. Het kan een beetje verwarrend zijn als iemand jou een beurt laat overslaan, want het lijkt al dat je een beurt hebt overgeslagen doordat deze doorgeschoven is. Maar dan moet je dus nog eentje overslaan. Kan soms tot verwarring leiden. Wanneer je de tijdskapitein bent, krijg je deze kaart. En die geeft natuurlijk aan in welke richting de tijdslijn moet gaan. Naar de toekomst of het verleden. Maar het feit dat je de tijdskapitein bent is super belangrijk. Want jij kan als laatste bepalen in welke richting de tijd de volgende ronde moet gaan. Dus vandaar dat die kaart de hele tijd moet worden doorgegeven.
In de Time Bandits variant ga je opdelen in teams die niet noodzakelijk evenveel spelers hebben. En dan ga je proberen een tijdsbandiet op te jagen als je in het goede team zit. Of je gaat als tijdsbandiet proberen ervoor te zorgen dat je 4 datachips hebt, zoals deze hier op in het hoekje staat. Dus alle bandieten moeten 4 van die datachips op een tijdslijn hebben gepraat, tegen dat er de 8e kaart verschijnt. Dus dat is iets moeilijker dan het basisspel. Bovendien gaat iedereen zijn persoonlijke stapel hebben met kaarten. En kan je ook je beurt spenderen door bij te rapen van de gezamenlijke stapel. Dat even in een vogelvlucht hoe de variant werkt. Er zit nog net iets meer in, maar dat ga ik hier niet allemaal uitleggen. Ook in de solo modus ga je proberen 4 datachips te bemachtigen op je tijdlijn. Of terug te geraken in het jaar 2031. Dan komen ook deze voorwerpen in het spel om je te beschermen tegen de verschillende rampen, want er staan overal van die symbooltjes op die overeenkomen met de voorwerpen, dus hier bijvoorbeeld een gasmasker. En zowel bij Time Bandits variant als bij het solospel ga je dit papiertje nodig hebben om te kijken waar de personen hun invloed uitoefenen. Dus bijvoorbeeld Napoleon hier, die staat aan de achterkant. Die heeft wel van dan tot dan geleefd, maar zijn invloedsperiode begint later en duurt veel langer. Dus dan heb je dit nodig om te kijken waar zij ervoor zorgen dat ze jou beschermen of misschien de tegenstander gaan aanvallen. Dat was Lost in Time. Ik hoop dat je niet bent verloren tijdens deze bespreking. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en tot ziens dan maar.